Ik sta in contact met mijn lieftallige schoonzoon Roderick, want ja, Karen die is geopereerd en wat ik begrijp is dat ze nou net weer terug is. Ja, ik laat het jullie even zien, dus ik draai jullie even om. Hij is weer net dichtgekit. Of ik nu zo ja, dat zal ik nog zien. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer gewoon bij aanbeland. Gelukkig gezellig, ja. Het is vandaag alweer dinsdag. De 11e van de 10e, 2022, 12 uur 21. Ik sta in contact met mijn lieftallige schoonzoon Roderick. Want ja, Karen die is geopereerd en wat ik begrijp is dat ze nou net weer terug is en dat ze pijn heeft en dat de artsen zijn bezig, maar ja, dat is allemaal aan hun. Maar hij zoekt dus haar buikenband. Ja, en ik denk dat hij thuis is of zo, ik weet niet. Maar in ieder geval, ze moet een buikband hebben. Maar ja. Als hij die niet weet te vinden, nee, die zal ze alleen eruit de kleding ergens beleggen, denk ik. Ja, ik weet het ook niet. Of opgeborgen hebben, ergens onderin gelegen, want ja, die heb ik voorlopig niet nodig, dus leg daar wanneer. Ja, je weet niet. Maar in ieder geval, ja, het is afwachten hoe het met mijn meisje gaat. Ik zit er toch altijd wel overheen. Weet je, ik heb er zelf ook al een hekel aan die narcose. Ik kan heel moeilijk zelf uit die narcoses wegkomen. Nou, ja. Ik vind het dood en dood eng. Maar in ieder geval, ik zit ook te wachten op Erwin, want die komt rond 1:30. Dat staat tenminste op het bord wat daar al hangt. Naast de kamerdeur hangt een bord. Nee, dat... Ja, dat bord daar. Ik denk dat jullie dat wel zien hangen. Onder het schilderij, ja, maar in ieder geval. Daar staat op 12:30, nou dat is 12:30, op 11 oktober. Ja, dus ja, moet die komen, dus daar wachten we op. En dan neem ik hem gezellig mee met lopen met de meisjes. Want ja, ik had eerst de net knallende hoofdpijn. Echt waar. Ik neem een pijnstiller in en ook nog een maagtablet, want die had ik vanochtend vroeg nog niet gehad. Want ik heb in één ruk doorgeslapen. Ik kan me niet herinneren dat ik wakker ben geweest of wat dan ook. Misschien ook wel, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar ja, het is ook eens een keer goed hè, dat je dat gewoon niet weet. Want ik ben echt, nou... Wrakkie af ben ik naar bed toe gegaan. En ik heb heel eventjes mijn telefoon schoongeveegd, allerlei berichten. Ik ga ook niks lezen, ik heb er geen zin in. Weg met die troep. En ja, ik ben in slaap gevallen. Licht nog uit laten doen door Google Assistant en kijk het maar. Maar in ieder geval, maakt het allemaal niet uit. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie, prachtige dag met een lekkere... Heerlijke zon, hier en daar een wolkje, hebben we hier ook namelijk, dus ja, geniet ervan, gaan wij ook doen. En ja, Claudia die komt alweer niet, nee, er schijnt van alles en nog wat aan de hand te zijn. Mijn huisje vervuilt wel op deze manier, dus ik probeer de bezem er nog doorheen te halen. En ja, ze moet gewoon wanneer ze komt, moet ze hard tegen hard. En ja, waarom ik dan geen invalsten krijg, weet ik ook niet. Want daar moet zij gewoon voor zorgen. Van, ja, ik kan dan mijn vrouw toe. Dus ja, ik weet het niet. Maar daar komt mijn begeleider aan. Dus ja. Lieve vrienden, geniezen en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, Erwin die is natuurlijk al lang alweer de hort op. We hebben samen lekker de meiden uitgelaten. En ja, wat ik trouwens jullie ben vergeten te melden, ik weet niet of jullie het nog weten, maar vorig jaar, eind van het jaar, toen zat ik al een beetje in de kerstsfeer, enkel ik had nog geen kerstboom staan, maar toen zat er een barst in mijn ruit die
open kan, dat raam. Wat blijkt nou? Wat wil dat nou zijn? Zaterdagavond, dat ik alweer thuis was van de rit met Karin. Ik had de hondjes even uitgelaten. Toen ik weer terugkwam, toen zag ik wat glinsteren. Ik dacht, hè? Hoe kan dat nou? Nou, jullie weten dat ik nou Halloween spullen voor het raam heb. En dat ik van de... Hoe heet dat ding? Moet op een grafsteen lijken met rib erop, maar het is voor schuimplastic. Hak voor het raam staan. Maar, nou is het niet dat raam wat kapot is. Nee, dit raam. Ja, ik laat het jullie even zien, dus ik draai jullie even om. Hij is weer net dichtgekit. Ik hoop dat jullie dat... Ja, dat kan ik wel zien. Ik moest de plant weghalen. Het zonnetje schijnt erop. Maar hij heeft even geklopt op het raam en toen scheurde hij verder daar naartoe. Ja, dat is niet leuk, hè? Nee, echt niet leuk. Ja. Is niet fijn. Nou ja, en aangezien dat hij helemaal alleenig is en geen hulp heeft, moet hij het eens eentje ruit vervangen. En hij heeft zelfs ruiten staan. Die zijn voor, dat is al vanaf 1 juni, staat dat te wachten totdat ze aan de beurt zijn. Dus ik heb al andere jaren ergens worden voordat ik een nieuwe ruit krijg. Ken je dat? Ja, niet leuk meer, hè? Nee. Ja, hij kan er niks aan doen, hij is maar alleen. En hij moet het helemaal in zijn uppie doen. En dan zal hij ook wel ruiten hebben die kapot zijn, helemaal door en door. Dames, kunnen we even? Moeten jullie naar buiten? Kom, naar buiten. Kom, Rijtje, naar buiten. Doe maar. Doei, naar buiten. Naar buiten. Rijtje, naar buiten. Wel pot voor ditje. Naar buiten. Luisteren. En ik ga die stoel even terugschuiven. Amper zo. Ja, dat dus. Dan zal die dus ook wel ruiten hebben die dwars door zijn. Door, bij wijze van spreken, huiselijk geweld, weet je wel. Dat wordt er ook ramen, et cetera, vernield. Of er gaat er eentje door een voordeur heen, of weet ik veel wat. Of er wordt geschoten, je weet het niet. Maar ook die ramen zal die er wel tussen hebben. Ja, en dat gaat meestal voor, ja. Dit kan hij nog met doorzichtige kitten dichtsmeren, maar ja, het is geen gezicht natuurlijk, maar hij kan er niks aan doen. En het was diezelfde man weer, die ik vorig jaar ook had. Dus hij heeft even een bakje koffie van me gehad, een kopje staat er nog. En ik ga weer door met mijn vlog, want ik zou er eentje in elkaar zetten. Nou, ik zit muziek te zoeken, ja. En dat gaat er ook, hoort er ook allemaal bij. En dan zien we wel weer. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is nog steeds prachtig mooi weer. En geniet ook zeker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik ben er weer klaar voor. Zoals jullie zien, heb ik mijn jas weer aan. Ik ga er weer vandoor. De rollator staat klaar. De bus staat erin. De tas hangt eraan. En ja, kijk maar. Daar staat de bus, kun je geld in doen. Maar ook is er een QR-code. Ik weet niet of jullie dat krijgen te zien. Ja, daar zit hij. En een tas met kaartjes erin. En mijn boekje. Met de straatnamen. Dus kan niks fout gaan. Nee. En er ligt eentje hier te brommen. Gelijk wel een motortje. Die vindt het niet dat ik er weer vandoor ga. Maar het is niet anders. Nee. Ik ben heel zachtjes te grommen. Nou, je moet ze voor zichzelf weten. Maar ik ga er vandoor. Ja, als zij dat wilt gaan doen, moet ze helemaal zelf weten. En daar ligt de ander. Onze Rijka. Hé? Ja. Dus ik zou zeggen, tot later. Change and love can go, but tell me, why are you so cold? What did I
would you say?